Goeiedag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ja, de afgelopen tijden heeft u mevrouw Boeitjes gezien en ik ben er weer terug. En zoals aangegeven proberen we niet zoveel in de studio te zijn, maar een beetje op locatie. Ik ben namelijk in 4R Gym, dus u gaat af en toe heel wat rare geluiden horen, maar dat is geen nood. Want in deze aflevering gaan we het hebben over een healthy lifestyle. En om een healthy lifestyle te maintainen, dan heb je daarbij ook wat voeding nodig die in je lichaam gaat. En een voorbeeld daarvan zijn shakes. Maar geen normale shakes, we gaan het hebben over koolhydraten shakes. En de persoon die ons meer hierover gaat vertellen is de heer Claudio Huge. Hij is een jonge ondernemer die op het idee is gekomen om koolhydraten shakes te introduceren in Suriname. Meneer Hughes, welkom in Gesprek Met. Dankjewel. Ik begin altijd om mijn gasten een beetje wat voor te stellen aan de kijkers thuis. Wie is Claudio Hughes precies? Oh, Claudio is een jonge ondernemer die zeker langer dan 20 jaar sport. We hebben in die 20 jaar heb ik dus ook moeten witnessen hoe men dus omgaat met voeding en hoe men omgaat met rust en noem maar op. En dan leer je dus uit bepaalde dingen. Wat je dan ziet is dat men soms verkeerd omgaat met hun voeding. Wat je ook ziet is dat men dus niet genoeg rust. En in die 20 plus jaren, merk je dus ook dat bepaalde dingen heel belangrijk zijn. Dus waardoor ik daarna zat te kijken van hey, dit is misschien een business waar ik als eye-opener kan zijn voor de gemeenschap, voor het volk. En ze dus kan uitleggen van hey, dit is dus precies hoe je moet omgaan met je voeding en precies hoe je moet omgaan met je rust. Ik focus me dus meer op shakes, op de voeding, dus wat je naar binnen verwerkt en wat dat dus kan doen met je lichaam en ook kan betekenen voor je gezondheid. Mm-hmm. Oké. Je hebt het heel mooi aangegeven, maar als mensen zou denken, je hebt shakes, je hebt smoothies en van jou zijn koolhydraten shakes. Wat is nou precies het verschil? Oké, je hebt proteïne shakes, die hebben meer proteïne als basis. Je hebt daarna die smoothies, die heeft meer dus fruit als basis. En wat ik dus aanbied zijn koolhydraten shakes. Daar gaat men. De reden waarom we het koolhydraten shakes noemen en dus niet gewoon oat shakes is omdat ik me focus dus op die caloriesoort en dat is koolhydraten. Je hebt proteïne die zich dus focust meer op die caloriesoort proteïne en ik focus me dus meer op koolhydraten. Oké, wat voor soorten shakes heb je allemaal? Want het is net als je gaf aan, smoothies is merendeels fruit en wat voor smaken hebben jouw koolhydraten shakes? Want mensen zouden denken, hoe bedoelt hij nou koolhydraten shakes? Dus wat voor smaken kan men verwachten vanuit G-Code? Oh ja, ik was bijna vergeten. Meneer Hughes, door alle enthousiasme ben ik vergeten om aan te geven dat hij de oprichter is van G-Code. Zo heet het bedrijf. Mijn verontschuldigingen. Ja, wat kan men verwachten, welke smaken kan men verwachten vanuit G-Code? Oké, dus wat wij dus doen, dat is wat ik zeg, de basis is dus koolhydraten en wij gebruiken als basis dus oats, havermout. De smaken die daarbij komen zijn dus, ik noem ze exotische Surinaams fruit. Dingen die fruitsoorten die je niet alledaags tegenkomt, guava. Ik kan zeggen ananas, binnenkort hebben we dus ook podoceries, dingen die je gewoon bij de winkel kan gaan kopen of makkelijk binnen ons belang. Tenzij dat seizoenen is. En wij proberen dus buiten die seizoenen om proberen toch nog te beschikken over die verschillende exotische vruchtsoorten. Maar kan men het wel proeven? Want vaak genoeg in die smoothie, wanneer het met ijs wordt geblenderd, dan proef je vaak genoeg, niet altijd, dus eten jullie maar niet op, niet altijd. Proef je de smaaksoort van de fruit die je wenst in zo'n smoothie, omdat ze meer ijs zetten dan de verschillende vruchten. Pappen jouw smaken
op. Oké, en dit is dus wat men dus begrepen over gezond eten, gezonde voeding en natural dingen. We zetten geen smaakmakers bij. Dus het is natuurlijk je concentreert op een bepaalde smaak. Die vruchten die erin zijn, het kan dat ik soms twee verschillende vruchten gebruik. Het hangt daarvan welke vruchtsoort overheerst over die andere. Die smaken zijn er op zich, maar als dus één vrucht overheerst, weet je, kunnen wij er veel aan doen. Ik moet daar wel haast om te zeggen dat je die koolhydraten shakes dus niet hoeft te maken met ijs. Omdat dus die havermout anders reageert op ijs dan wanneer het dan op lauw water of gewoon lauw melk. En hoe worden jouw shakes daar gemaakt? Ja, precies zo, met lauw water of lauw melk. Oh nee, ik hoorde je niet. Dus lauw water of lauwe melk. Moet je dan blenderen of moet je het gewoon roeren? Als je een blender hebt, is het goed. Als je een goede shaker hebt, is het goed. Je kan het ook roeren. Prima. Dus in principe kan je het gebruiken als wordt het gemixt als hoe je pap zou draaien, hoe je pap zou mixen met een lepel. Het is het beste, maar als je een shaker hebt of als je een blender hebt, prima. Oké. Hoe ben je dan op het idee gekomen om je bedrijf G-Code te noemen? Laten we even overstappen naar je bedrijf genaamd G-Code. Wat G-Code, het initiële idee van G-Code lag een beetje meer in het morele en het ethische. Dus wat we dus zien dat mist in het alledaags leven. Daarnaast keek ik dus ook van, weet je, maar ik ben een sporter, ik ben iemand die healthy lifestyle op zich naleeft. Dus waarom niet een beetje mixen? Dus we hebben daarnaast ook nog wat van, weet je, we hebben shakes. En daarop proberen we ook nog een gezonde mindset te promoten. Dus aan het follow-up, aan de gemeenschap. Je zegt je bent een sporter. Wat voor type sport doe je? Ik doe nu aan gewichtsheffen. Langer dan 19 jaar, bijna 20 jaar. En ik heb in het verleden ook gezwommen, af en toe gebasketbald, af en toe gevoetbald, ook gevolleybald. En daarnaast ook nog thai-box gedaan. Dus jouw type sport is like wide-ranged achter. Dus je hebt niet maar één soort gedaan. Het is altijd goed een jonge sporter, jonge Surinamer die in shape blijft. En ook zijn mede-Surinamers ook in shape probeert te brengen. Oké, vaak genoeg smoothies, fruit hebben van nature al een zoete smaak. Hebben jouw shakes ook een lichte zoete smaak of is het uitdrukkelijk van het is een shake en het moet gezond zijn? Ja, dus dat wat ik daarnet zei, we voegen geen enkel artificial flavors aan toe, ook geen artificial zoete. Alles is dus natuurlijk. Die zoetstoffen die je eruit krijgt zijn dus van die fruitsoorten die eraan worden toegevoegd. Wat ik me ook moet haasten om te zeggen is dat men vaak een vertekend beeld heeft over koolhydraten. Men snapt dus niet dat niet iedereen, maar natuurlijk, je hebt mensen die dus echt goede sporters, echte sporters, die dus weten wat koolhydraten betekent voor hun lichaam en wat het verschil is tussen proteïne, koolhydraten en ook vetten. Dus die dingen zijn caloriesoorten die dus in balans moeten blijven in je lichaam. Men verwaarloos meestal koolhydraten, omdat ze het idee hebben dat koolhydraten dik maken. Maar koolhydraten op zich maken niet dik. Koolhydraten zijn een caloriesoort die als energie worden opgenomen in je lichaam. Meestal adviseert men om 40-70% van je energie, dat je lichaam uit 40-70% van je energie moet halen uit je koolhydraten. Vandaar dus dat men ook zegt dat koolhydraten de bron is van energie in je lichaam. Op zich is vet ook een source van energie in je lichaam, maar, en proteïne ook, maar je wil liever geen energie, niet dat je lichaam energie haalt uit je proteïne. Want dan ga je spieren afbreken in plaats van het ze opbouwen. Je lichaam gaat dus vreten aan die proteïne die je lichaam koelt, die je lichaam zijn opbewaard. En waardoor je spieren gaan afbreken. En dan denk ik misschien ook aan
sowieso ja, takken vastpakken waar mensen focus op spieren opbouw. Heb je dus een gezonde hoeveelheid aan koolhydraten in je lichaam? Dat betekent dus dat die proteïne bewaard wordt. En dat je dus je lichaam dan niet vreet aan die proteïne die er zijn. Dus je ook je spieren niet afbreekt. Als ik dan zo kijk naar je shakes, hoe vaak kan men een shake? Want ik mag je verpakking bekijken. Het is een vrij grote verpakking. En wat ik ook erop zag staan is glutenvrij. Waarom heb je gekozen voor een glutenvrije shake? Gluten is dat voorkomt in granen, meelproducten. Die je slijmvlies van de darmen kan beschadigen. Als dat gebeurt, betekent dus dat je lichaam of de nodige voedingsstoffen niet kan opnemen. Waardoor je diarree als gevolg kan hebben, constipatie als gevolg kan hebben, men dus ook vaak praat over groeistoornissen en noem maar op. Verwijder je dus gluten, betekent dat je darmen niet aangetast worden als zodanig. Er zijn dus mensen die, we hebben dus een gemeenschap hier die glutenvrij eet. Dus we moesten ons focussen ook op die gemeenschap, die specifieke groep. Dat hulpproduct van ons is in principe vegan. Dus die vegans mogen dus ook gebruik maken van onze producten. Zo hoeven we gaan kijken wat voor dierlijke stoffen nog erbij zijn. Alles is puur vegan. Jij, als jij de persoon bent die toch wat melk aan wil toevoegen voor je vriend. Als je iemand bent die zodat meer van zoet houdt, mag je ook zoetstof aan toevoegen of suiker. Wij raden het misschien af, maar het hangt van de gebruiker af op zich. Mm-hmm. En om terug te komen op die vraag, die verpakking, hoe lang kan men daarmee meegaan? Eén verpakking bestaat uit 15 servings. Het staat dus ook al op. Eén serving is gelijk aan 4 eetlepels. Als je zegt van oké, ik wil me dus houden aan een low carb diet, dan kan je misschien één serving gebruiken per dag. We raden dus aan om het in de ochtenduren te gebruiken, omdat je net als wat ik zeg, koolhydraten een bron is van energie in je lichaam. Maar als je dus die energie toevoegt in de ochtenduren, dan heb je dus een energie voor de dag. Wat dat ook doet in de ochtenduren, en die feedback hebben we ook gehad intussen, dat het je een bekomstgevoel geeft. Je raakt dus, je krijgt dus niet snel honger, waardoor je niet snel greep naar eten. Wat dat dus doet, is dat je iets minder gaat eten dan wat je gewend was. Misschien als je ervan hield om tussendoor wat snacks te pakken. Voorkomt dat product dus dat gebeurt, waardoor je dus iets minder eet. En als je aan het afvallen bent of wil afvallen. Dat zou mijn volgende vraag zijn. Helpt dit je ook met afvallen? Vooral als je toevoegt aan je dieet, kan het helpen met afvallen. Men moet dus ook niet vergeten dat afvallen in combinatie gaat met sporten, met bewegen en ook een gezonde voeding. Dit kan je dus makkelijk toevoegen aan je dieet. Okay. En het kan ook helpen met afvallen. We hadden het daar net over dat jouw shakes, je focus je op een deel van de gemeenschap die glutenvrij is. Om ervoor te zorgen dat ze geen problemen krijgen met hun darmen. En alles daaromheen. Maar mensen gaan zich ook afvragen, kan ieder, jong, oud, van welke leeftijdscategorie, wie kan allemaal je shakes gebruiken? Ja, we focussen ons ook natuurlijk op die glutenvrije gemeenschap. Maar deze shakes zijn bestemd voor ieder. Ieder gebruikt wel eens havermout. Het is in principe havermoutpoeder. En dat wordt gebruikt door jong en oud. Het heeft fruit erbij, het heeft noten erbij. Er is een optie tussen noten en zonder noten, wat niet iedereen gebruikt ook noten. Bepaalde mensen zijn allergisch. Bepaalde mensen zijn ook allergisch tegen bepaalde vruchtensoorten. En we proberen dus die variatie te brengen in die vruchten, Surinaamse vruchten, in ons product. Ieder kan het gebruiken. We hebben sinds kort ook een ander smaak gelanceerd, dat is met koffie die dus explodeert, omdat die koffie dus
die kick geeft in de ochtend. Vooral mensen hebben het vaak nodig aan het werk soms, die kick. Vooral op de maandag. Vooral op de maandag. Maar dat raden we dus niet aan. Dat adviseren we dus niet aan kinderen beneden. Mensen beneden de 18 jaar. Ik moet even kijken wat de leeftijd is waar men, vanaf wanneer men cafeïne mag gebruiken. Maar we raden dus niet aan mensen beneden de 18 jaar. Just to be safe. Just to be safe. Maar in principe is het voor ieder bestemd, voor jong en oud. Ja, want jij hebt me even de gras van mijn voeten weggesneden, want ik zou je net vragen, wat zit er allemaal in die shakes? Maar als ik me niet vergis, je gaf aan dat het een poedervorm is? Ja, klopt. We maken dus havermoutpoeder, we maken fruitpoeder, of poeder van vruchten, en dat mengen we dus samen. Dus alles dat in de verpakking zit, is in poedervorm. Je had het over feedback. Hoe lang zit je al op de markt dat je nu zegt dat je feedback hebt gekregen dat men aangeeft van ja man, ik vind het goed. Oké, onze soft launch was op 1 maart en we hadden een official promo launch op 10 maart. We zitten vanaf dus 1 maart op de markt en we hebben in principe shakes aangeboden aan de gemeenschap op 10 maart. Dus die feedback is gekomen vanaf de tweede week maart, waar men dus praat over te hebben gemerkt dat een DJ heeft geholpen in hun afslankdieet. Bepaalde mensen hebben dus ook die feedback gegeven dat het heel goed werkt na het sporten. Vooral dus wanneer ze die spierenmassa willen behouden. En dus ook hebben gemerkt dat die spierenmassa niet afbreekt. Maar het is ook de bedoeling ervan geweest natuurlijk. We hebben dus ook gemerkt, we hebben ook de feedback gehad van mensen die dus ook hebben aangegeven dat het ze een bekomstgevoel geeft. En dat is dus ook niet makkelijk, want je hebt mensen die meestal met wat snacks zitten in hun bureau laten. En dat is ook niet makkelijk grijpen naar die snacks, omdat ze dat gevoel, dat hongerige gevoel niet krijgen. Het zorgt sowieso ook ervoor dus dat je die vitale functies stimuleert, dus je bewustzijn, en dat doet Noten natuurlijk ook. Noten heeft natuurlijk ook die gezonde vetten erbij, die dus ook voor heel van dat soort dingen zorgt. Je hebt bepaalde vitaminesoorten ook in vruchten, die dus ook een input geven dus aan dat alles. Je gaf ook aan dat jullie binnenkort ook met seriepoeder zullen komen. Betekent dat ook dat G-code besluit om ook langzamerhand ook uit te breiden met meer vruchten? Ja, dus dat is de bedoeling in principe. We willen wel focussen op, net als wat ik zei, exotische Surinaamse fruit. Dingen als bakoeven zie je wel alledaags. Maar bakoeven is een heel goede samenstelling. Kan een heel goede samenstelling zijn in shakes, ook in proteïne shakes. Dus we voegen toch wel wat bakoeven aan toe. Maar daarnaast hebben we guava, we hebben ananas. Voor de serie komt erbij. Voordat ik meestal lanceer, introduceer ik het eerst op onze Facebookpage. Wat zo'n een vrucht, welke vitamine zo'n vrucht biedt. En men kan dus gaan lezen. En wanneer dus dat product is geïntroduceerd, lanceer ik dus die smaak. Uh-huh. Oké, als ik zo allemaal, dus enerzijds is het goed voor sporters, slankeleners en ook gewoon mensen die iets minder willen eten, als ik je goed heb begrepen. En laat me even bekijken, om terug te komen op dat water to milk basis. Heb je beide wel zelf geproefd en which one do you prefer? Ik kan persoonlijk niet tegen koeienmelk. Ik heb het wel geprobeerd met almondmelk. Melk geeft gewoon een andere smaak aan het geheel, ook bij proteïne shakes. Dus als je andere smaak wil op zich, mag je melk proberen. Mag je met melk gebruiken. Als je zegt, oh, nee, ik ben een niet zo fijn proefer van mij, maakt het de dag uit. Nou, dan drink ik het gewoon met water. Ja, nee, maar als je zelf zegt, hoe je dat? Havermout. Wie gaat nou havermout eten met water? De doorsnee Surinamer gebruikt havermout met melk.
Ja, maar dat hangt dus van de gebruiker af op zich. Ik gebruik het liever met water. Het is makkelijker voor mij hoor. Ik voeg gewoon water aan toe en I'm good to go. Ik hoef niet per se te grijpen naar melk. Omdat je ook niet met alle melksoorten kan, dus begrijpelijk. Oké, tot slot, meneer Hughes. Als men G-code zou willen bereiken en men vindt, men is zodanig onder de indruk van het verhaal dat je hebt verteld, hoe kan men in contact komen om het product te bestellen? Nou, we zijn op Facebook, we zijn op Instagram, we zijn op Facebook als G-code Plus, we zijn op Instagram gewoon als G-code. We hebben ook een e-mailadres, dus mensen kunnen ons dus ook mailen. En er is een telefoonnummer waar men ons op kan bereiken. Voor alle vragen hoor. Het zijn veel vragen, er zijn veel onduidelijkheden. Vooral wanneer het komt om koolhydraten op zich, merk ik dat er een vertekend beeld is ervan. Dus men kan dus ook vragen stellen, men kan reageren. Ook op bepaalde posts vinden we het niet erg. We proberen dus die feedback te geven. En we proberen ook te groeien van de feedback die we krijgen, of alle kritiek die we krijgen, dus van buiten. Mooi. Meneer Hughes, heel hartelijk dank voor de informatieve. ik zal maar niet zeggen informatieve shake, maar goed. Bedankt voor de informatie omtrent jouw koolhydraten shake. Ik wens je het beste toe en ik hoop van harte dat het ook een vorm wordt in plaats van smoothies en normale shakes. Dat ook heel koolhydraten shakes een norm wordt in Suriname. Ja, kijkers. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. U heeft meneer Hughes gehoord. Mocht u vragen hebben, mag u de Facebookpagina van ze bezichtigen. In het tweede deel heeft u Carla Boetius met wat meer informatie. Tot zo. Kijkers, welkom bij het tweede gedeelte van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u Sifra Goudland in gesprek met een jonge entrepreneur, Claudio Hughes. Hij maakt glutenvrij koolhydraten shakes. Nou, daar heb ik voor het eerst van gehoord. En ik denk dat Sifra ze heeft geproefd. Hopelijk vond ze ze lekker, maar in elk geval, dat lijkt me een hele gezonde shake. Want mensen hadden altijd problemen van ze kunnen geen glutenvrij producten vinden. Nu kan dat. Maar ik ben in de studio met een even interessante gast. En dat is namelijk niemand anders dan Milaisa Breeveld, a.k.a. Amelie. Dat klopt. Welkom. Dank u wel dat ik hier Amelie. Mag zijn. Ja. Klinkt goed, hè? Ja. Het klinkt net alsof je wil zeggen Amidja. Oh, wauw, dat is nieuw. I love it. Ga ik ook gebruiken. Amidja. Amelie. Ja, toch? Welkom in Suriname. Dank u wel. Want jij woont nu in Nederland, hè? Ja, ik woon nu 6 jaar in Nederland. Na mijn studie gewoon direct voor zelfstandig werknemer. Uh-huh. Maar ik ben blij om terug te zijn na 2 jaar... sinds dit hele gebeuren met COVID. Ja. Wat is het? Vakantie of werk? Workation. We houden het als workation. Ja. Ik heb de vakantie echt nodig om gewoon even tot rust te komen. Maar ik ben ook thuis. En thuis werkten we altijd. Ik bedoel, al mijn netwerk is hier. Dus het kan niet zo zijn dat ik niks doe. Okay, dus okay. Ik ben ook vooral in de studio en met mijn oude collega's. Ja. Gezellig, ja. Hè? Heel kleine leuk. Reunies. Precies, dat mijn lobby. Maar laten we dan inzoomen. Milaisa, we gaan Amelie gebruiken. Ja. Amelie is een artieste. Correct. Maar vanaf wanneer wist je dat je in deze wereld zou gaan? Het is organisch gegaan hoor, met papa. Kan ik me herinneren. Ik ben 4 jaar oud en ik was al op het podium. Zongen we samen het liedje Stand By Me van Benny King. When the night Goed. Has come. Ja! Doem.
En je was 4 jaar. 4 jaar, ik was niet eens Engels. Ja, maar dat was een niet matig groot voor jou. Klopt. Ik kon gewoon lekker mee koren en zo, ad-lippen. Oké. Ja, maar vanaf daar wist ik wel al, het podium vond ik echt leuk. Mensen entertainen, ze blij maken. En ik voelde me ook vrij. Het was niet iets moeilijks om te doen. Net als we mensen zeiden van, ze hebben plankenkoorts of zo. Ik was gewoon aan het rennen daar zo, zoals me thuis. Dus dat heb ik gewoon heel lang gehouden. Ik was dan 2 jaar daarna ook op balletles bij Marlene Lialing. En dat brengt ook een stage performance met zich mee. Waardoor het gewoon is gegroeid. Van performance artist naar letterlijk de artiest die ik ben. En het wordt, je kreeg de support van je ouders? Ja, helemaal. Want ik kan me nog herinneren, het waren voor mijn ouders, dat ze soms buiten sliepen bij een les. Gewoon om te rusten. Want als ze mij gaan brengen terug naar Lelydorp, ja, op pad van Wanica, is het een hele reis. En dan wanneer ze thuis zijn, moeten ze alweer terug om mij te halen. Dus, dus mijn moeder bleef gewoon buiten liggen of soms meekijken naar de lessen. Maar ze hebben me altijd ondersteund. Dus naast de school mocht ik dan al deze activiteitjes. Ik kan me herinneren, zwemmen, schaken, badvinderij, ballet, pianoles. Wow. Echt waar? Ja, ik had echt weinig tijd met vrienden. Of, ik had mijn vrienden bij de lessen, zeg maar. Dus... Maar koos jij ervoor of was het van? Nee, ik wou doen. Ik wou alles doen. Oh, ik wou telkens iets nieuws doen. Toen ik de pa, ik heb dit gezien, kunnen we... Nee, Milaisa, het past niet meer in je, je dagschema. Maar heb je ook zanglessen gevolgd? Nee. Ik heb nooit zangles gevolgd, totdat ik op het conservatorium ben gaan zitten. Maar ik heb altijd goed geluisterd naar Whitney Houston. Zij was mijn idool. En het is echt begonnen bij goed luisteren, nazingen. Want zo heb ik ook Stand By Me geleerd. Mijn vader zong het gewoon de hele dag thuis. Als hij zijn gitaar pakt, direct toen, toen... Het is echt een gezellig gebied, hè? Jawel, en ik ken het ook van Lion King. Ik weet, Timon zong het al geweldig. Dus toen ik dat liedje hoorde, dacht ik, oh, deze wil ik ook zingen. Oké. En dan, je hebt hier dus de school gevolgd. Ja, tot universiteit, economie studeerde ik. Ik was in mijn 3e jaar, dus zou moeten gaan werken aan mijn thesis. Maar ik wilde het niet meer doen. Er kwam gewoon een dag waarbij ik dacht van, oké, wat ben je aan het doen? Je wilt muziek maken. Mm-hmm. Dat was ook een grote stap, want voor papa is het... ik snap dat ook wel, dat je diploma belangrijk is. Maar ik denk zelf dat het ook in een soort richting moet zijn wat je echt wilt doen. En ik heb toen gewoon echt gewoon een dag gekozen van, oké, ik ga niet meer naar universiteit. Ik word maar geen econoom. En ik ga gewoon zingen. En gelukkig was er dus een vriend van papa, meneer Williams, die dus conservatorium begon. Ja. En ik kon dan, ik denk het 2e jaar meestromen, want die eerste was ik dan al te laat, zeg maar, voor de... inschrijvingen. Maar het 2e jaar kon ik meestromen en ik kon gelukkig noten lezen door mijn pianolessen. Want anders was het ook een probleem om in te schrijven, want je moet noten kunnen lezen. Juist. Dus alles ging zoals het moest gaan. En 3 jaren daarna was ik dan... ik weet niet, ik kreeg dan zo'n ding van oké, ik ga conservatorium studeren, ik ga een carrière opbouwen... Maar wat is mijn goal? En toen dacht ik wil eigenlijk gewoon gaan reizen met een band. En dat zou ik in het buitenland moeten doen. Dus ik moet weggaan. Dat kwam in 2015 zo random. Ik had Typhoon gezien. Ah. En zo'n band. En ik dacht, oh, dit is wat ik wil. Dus ik ga het halen. Yes! Dus toen hadden we geen geld. Want je moet per jaar €10.000 hebben. En je kan via een... nu heb ik begrepen dat er, of ja, nu weet ik niet meer, maar toen de tijd was er dus een, is het stichting of subsidie
een soort subsidie voor scholen, voor studenten voor buiten. Mm-hmm. Een beurs. Een beurs, yes. Ik dacht, wat is dat woordje? Oké, maar ik had geen beurs. Mm-hmm. Ik moest zelf geld verzamelen, samen met papa. Dus ik moest papa overhalen mm-hmm. om te investeren in mij, om mijn studie te gaan doen. Mm-hmm. En hij vond het wel een goed idee, gelukkig. Ik was blij, omdat ik weet niet, ik zou niet blij zijn met de economie van universiteit. Ja. Ik werd al een beetje warrig met al die statistiek en in cijfers en al die dingen. Vind ik wel leuk, want ik hou van geld, maar het is een ander ding om het nou te gaan studeren. Nee. En voor degene die het niet weten, papa is meneer Hans Breveld. Correct. Is al zo gewoon voor mij. Papa. Nee, maar het is wel leuk om te horen van dat die band er is. Ja. Vanaf toen en dat het er nog steeds is. Dat je het zo liefkozend zegt. Hè? Ja, klopt. We hebben heel veel woordenwisselingen gehad over... Hoort erbij. Maar echt veel. Over muziek en wat voor studie ik ga doen en mijn carrière. Maar gelukkig weten wij de vrede en rust te behouden om daar tussenin een weg te vinden waarbij we beide blij mee zijn. Want uiteindelijk wil ik hem trots maken en hij wil gewoon trots zijn op zijn dochter. Absoluut. Oké, dus hij heeft geld. We hebben geld verzameld bij elkaar. Ik heb spotjes toen gedaan. Ik weet niet of je die spotjes nog kent, maar Mogo Mogo en Parbo. Ik had heel veel spotjes hier zo gedaan. Decorama. Mm-hmm. Zie ik ook niet meer. Dus dat is echt een tijd terug. Uh-huh. Maar daarmee heb ik dus geld aan de kant kunnen zetten. En papa vooral ook wat hij heeft kunnen sparen. En heb ik muziektherapie gedaan. Heb ik de propedeuse ook van gehaald. Mm-hmm. Maar dat was ook niet mijn richting. Want het is meer de artse kant van de muziek. Oh. Ja, is interessant wel. Om, mm-hmm. Als ik het in een kort jasje mag zetten. Uh-huh. Heeft muziektherapie te maken met het helen. Of zeg maar... Want het is een therapie. Klopt. Uh-huh. Dus het is het behandelen van een beperking als je eentje hebt. Oh. Dus als ik bijvoorbeeld denk aan Alzheimer mm-hmm. of dementie... Ja. Heeft het met jouw hersenstam te maken. Mm-hmm. En muziek is dus zo'n middel wat je kan gebruiken om herinneringen op te roepen. Omdat sinds je klein bent, heb je te maken met muziek. Ja. Of je nou praat, heeft het te maken met klanken. Mm-hmm. En vaak genoeg als je baby bent, worden liedjes voor je gezongen. Helemaal, ja. Dus als je terug wil gaan naar het verleden, of een oma of iemand, zou je terug moeten gaan naar een moment dat zij koesteren met een liedje. Uh-huh. Er is een liedje, iedereen heeft een liedje. Absoluut. Die dan dus een herinnering opnoemt. En van daaruit gaat de therapeut, de muziektherapeut, zeg maar... je herinneringen terugroepen en halen. En bij Alzheimer heeft het mij bijvoorbeeld te maken met... dat ze een stap missen om te mm-hmm. maken door een bepaalde trilling. Uh-huh. Een spier die dan gaat dingen. Door muziek heb je een cue, want je telt 1, 2, 3, 4 en 2, 2, 3, 4. En dus dat als men loopt op de maat, kan men gewoon normaal lopen zonder dat je het been trilt of zo. Mooi. Ja, dus dat heb ik geleerd. Oké, dat is heel mooi. En ik besloot... Maar waar was dat? Hier in Suriname? Enschede. Oh, Enschede. Is ook niet hier. Als Chantal hier was, had ze me iets gezegd. Enschede is als die Nikeri van Nederland. Ja, oké. Wauw, is 3 uren reizen. Reizen. En mijn familie was in Rotterdam. Dus als ik ze wilde zien, was het sowieso een weekend. Want dan ga ik blijven slapen. We gaan niet 6 uren gek doen. Mm. Heen en terug. Maar ik was de hele tijd eigenlijk op mezelf. En... dat was een goede tijd om mezelf beter te leren kennen. Want we hebben eigenlijk een stap overgeslagen. De stap van Suriname naar Nederland. Hoe ging dat? Nee, we hebben het niet overgeslagen. Ik was moe van economie. Ik wilde reizen. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik in Nederland terecht was gekomen. Hoe heb ik mijn vader gezegd? Ik zei hem, ik ga op vakantie. Oh, oké. Okay. Maar voor mij was het oriënteren. Hoe kan ik daar zijn? Hoe is het? Mm-hmm. En ik ben direct gaan solliciteren. Maar ik ben direct gaan
is bijna solliciteren. Opgegeven voor het conservatorium in Nederland om een auditie te doen. Mm-hmm. En ik heb me bij twee opgegeven, Maastricht en Enschede. Mm-hmm. En voor mij waren ze, ik weet niet of het mijn pech was of geluk, maar ze waren achter elkaar. Mm-hmm. Dus een van Maastricht was bijvoorbeeld vandaag en dan heb je Enschede morgen. Maar die van Maastricht ging zo slecht. Oh. Ja. Je moet echt mentaal voorbereid zijn als je dit soort dingen wil doen. Die mensen hebben me echt gezegd dat ik niet weet te zingen. Oeh. Ja, want ik kon niet van blad zingen. Ah. En dat is een het is echt als artiest, want je bent gevoelig. Het is een klap in je gezicht. Het is een klap, ja. Want ik laat dan ook mijn land, kom ik in een heel ander land terecht waar iedereen dan eigenlijk wel weten zingen. Mm-hmm. En dan kijken ze echt. Ik voelde alsof men neerkeek op mij. Terwijl in mijn land vindt men me geweldig zingen. Was jij dummy Liza? Dus ik dacht, mevrouw, weet u tot wie u praat? Daar u me dit komt zeggen. En toen, dus daar ging het mis. Ja, ik ben naar het toilet gegaan en ik heb gehuild. Ik heb volgens mij 30 minuten lang toilet dicht bezet geworden. Wow. Ja, omdat ik denk, wat moet ik terugvliegen? Uh-huh. Ik moest even tot mezelf praten. Maar nadat ik met mezelf heb gesproken, dacht ik, oké, je hebt morgen nog een kans om te bewijzen wie je echt bent, want anders na zo zomaar voor. En ik hou niet van dat. Ik vind, als je vindt, je hebt iets in je, dan moet je het eruit halen. Mensen laten zien. Ja, voor jezelf. Juist, Amelie. Namidja. Dus ik ben gegaan naar Enschede en zonder te spelen. Ik kwam niet om te lachen. Nee. Ik was heel serieus. Die hele lief was weg. Mm-hmm. En ik heb Shangu daar ontmoet. Ik had Shangu al ontmoet in Suriname, maar we waren nog niet zo goed. Ja. We waren meer gewoon studenten, ja. Medestudenten. En in Nederland woonde hij in Enschede, wist ik niet. Mm-hmm. En ik ging daar auditie doen. Yes. Dus toen hij dat wist, zei hij, kom bij mij logeren. Ik heb een vrije kamer. En toen had ik een stranamang bij me. Ah. En dat was heel fijn, want ik kon hem even uitleggen hoe vervelend gisteren was. Dat ik echt... Ik was echt gedemotiveerd. Mm-hmm. Toen ik die 30 minuten met mezelf in beraad was. Uh-huh. Maar hij heeft dus, ik kon met hem sparren. En, yeah. En het is fijn, zo weet je dat je gewoon echt mensen nodig hebt die je kent. En hij heeft alles voor me gefixt. Hij heeft een ruimte voor me gefixt waar ik kon tot mezelf kon praten voor ik in die auditie, dat ik niet broeia ging erin. Yes, yeah. Helemaal in de rust. In de rust. Uh-huh. En ik moet zeggen, ik was cum laude geslaagd. Ik was direct aangenomen. Uh-huh. En dat was goed nieuws. Uh-huh. Waardoor ik dan ook, toen ik naar huis kwam, direct kon zeggen, ik ben aangenomen voor een school. Dus Yes. Er is geen twijfel dat ik niet terug kan. Ik kan terug. Ze gaan een uitnodiging sturen. Dus toen kon ik papa echt zeggen van, oké, dit ga ik doen. Het mm-hmm. was een shock voor hem, want het gebeurde ineens zo snel. Ja. En ik heb niemand kunnen groeten. In mijn hoofd ging ik ook op een soort vakantie weg. Totdat ik daar was en daar woonde. Mm-hmm. Dat was echt een klap, want ik had sneeuw ook nog niet echt gezien. Mm-hmm. En toen het in december zo viel, was het alleen de eerste 30 seconden leuk. Daarna vond ik het niks meer. Ja, het was veel te koud. Mm-hmm. Natte sneeuw en dan ook. Ik wist niet. Ik had toen depressie. Ik had toen in een dip. Echt waar. Ik denk, Milijs, je bent hier komen wonen. We hebben het goed geregeld. Mm-hmm. Wat ben je hier komen doen eigenlijk? Mm-hmm. En toen moest ik op mijn muur schrijven dat ik wou reizen met mijn band en mijn droom vast moest houden. Je ik moest, doel, hè? Ik je... moest mijn doel in mind houden, want anders zou ik het niet maken, hoor. Ja, het is echt een lonely world daar zo. Ja, en, ja super lonely. Mm-hmm. Dus je moet het echt leuk maken voor jezelf, wat mogelijk is. Maar je moet het gewoon doen wel. En dat heb ik gedaan. Ik heb een band gecreëerd. Ik dacht dat... Mm-hmm. Mm. Want je komt alleen daar mm-hmm. en iedereen denkt, wie ben jij? Dus je moet jezelf ook nog eerst bewijzen. Mm-hmm. Kan ik makkelijk doen, want ik treed al vanaf mijn vierde op. Dus
optreden was geen probleem. Uiteindelijk zagen ze mijn kwaliteiten. Gelukkig vonden ze dat ik wist te zingen, want anders hadden we een probleem. Ja, toch? Ik ben naar de beste drummer gaan zoeken op mijn school. Oh. De beste toetsenist, de beste bassist, de beste gitarist en de twee beste vocalisten. Ik wou alleen met de beste werken, omdat ik ze zei, je gaat alleen met de beste werken. Dus die zelfverzekerdheid moet er wel echt zijn. Je hebt het gewoon nodig om... Mm-hmm. Is bijna dat fake it till you make it. Mm. Maar je moet jezelf dan ook echt kunnen bewijzen dat je het haalt en bereikt wat je zegt dat je gaat doen. Mm-hmm. En ze geloofden in mij, want ik vroeg allemaal wat willen jullie. Ze zeggen ze willen optreden. Ik zeg nou, dat wil ik ook. En ik wil minimaal 45 shows doen. Zo. En dat heb ik ook gehaald in 2018. Uh-huh. Kon ik gaan toeren met mijn band in heel Nederland. Wow. En zo begon het, ja. Dus 2018 was al de doorbraak? Dat was die doorbraak, ja. Direct? Ja, want na die switch van muziektherapie ben ik naar popacademie gegaan. Oké. Mm-hmm. En bij die popacademie heb ik de band kunnen vinden. Oh, want iedereen is daar bezig. Je hebt zoekgegaan naar de beste. Ja, is shoppen. Mm-hmm. Oké, jij. Oké. En toen hebben we een jaar lang getoerd tot corona een beetje dat ding is komen waaieren. Mm-hmm. Maar ik wou ook dan niet meer met de band optreden. Ik wou gewoon een solo act, juist. Omdat, dat is ook dat ding, wanneer je een goal hebt gezet en je hebt het nu gehaald, want ik heb het nu gehaald. Mm-hmm. Ik heb 45 shows gedaan met een band. En wat kassa meer... rinkelde. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, want dat vooral. Ik ga niet jokken, je gaat het niet zomaar doen. Ja, absoluut niet. Uh-huh. Je zakken moeten een beetje vullen. Mm-hmm. En ik kon gewoon ook mijn band uitbetalen. Dus ik was ook echt gewoon de baas. Zo voelde het ook aan. De leiding, de... Los van die hele creatieve dame, was ik daar ook nog, die zakenvrouw, was gewoon een andere kant van mij, wat ik heb leren kennen. En daar kwam die basiseconomie wel goed van pas. Ja, want wat je statistiek. Hoeveel bandleden heb ik 6 gedeeld door? Oké. Okay. We moeten nu een sprong maken, want ik kreeg een zeer strenge regisseur. Ik zei je gewoon, ik begin te praten. Maar... Je hebt ook met Shangu opgetreden, hè? Klopt. Dat was mooi. Ja. En dat is ook een blessing. Dat wil ik geven. Dus los van je droom, los van de mogelijkheden, moet er ook gewoon een beetje geluk met je mee. Ja. Maar ik moet zeggen, geluk is er wanneer je genoeg hebt geoefend, de uren hebt gemaakt en consistent blijft. Persistent in je doel, geloven, dan komt geluk automatisch. Want het heeft te maken met een soort tijd. Het komt nu even niet in mijn hoofd, maar momentum. Ja, want wie gaat jou kunnen zeggen dat Shangu nu gekozen zou worden voor Eurovisie Songfestival? Ja. En dan, wie kan jou zeggen dat ik de backing vocal zou doen of ben. Yeah. Want in die periode was ik ook in een soort depressie gevallen. Puur omdat de corona, zeg maar, al mijn shows had gecanceld. Yeah. Ik kwam met een nieuw plan en toen had ik ineens geen band, ineens geen shows. Niks. En ja, optreden is wat ik doe. Dus ik moest creatief gaan zijn om te gaan nadenken van hoe ga je geld maken. Mm-hmm. Want geld moet naar binnen komen Absoluut. In Nederland. Zien dat je manja gaat plukken op straat, er is niet. Er is niet. Dus, en je kan ook niet zomaar naar mensen. Want iedereen heeft zijn eigen struggles daar. Iedereen zo. Uh-huh. Ja, je gaat niet mensen last vallen. Trouwens, zo ben ik niet opgevoed. Mm-hmm. Dus met Shangu was het echt momentum, luck. En het moest gewoon zo zijn. Want het is 2 keer gebeurd. Dat die eerste keer, toen hij dus een liedje had ingezonden, kwam corona, ging die hele songfestival niet door. Mm-hmm. Maar dan wil het ook zeggen dat je uiteindelijk... je hoeft niet
een tweede keer te gaan zingen. Ja. Ze kunnen gewoon iemand anders kiezen in de plaats van jou. Okay. Maar het is wel gebeurd dat het de tweede keer kon gebeuren. Dus ik ben echt blij. Dat is mijn grootste of hoogste mijlpaal nu. Wat ik heb kunnen bereiken met, in mijn carrière. Eurovisie Songfestival. Mm. Dat is echt amazing. Ik vind het zo jammer. Want we zouden nog uren door kunnen gaan. Ja, geweldig! Maar we zijn blij dat je er bent. Ja, en het gaat nu... COVID is nu bijna... Want COVID gaat blijven, maar die dingen zijn niet meer zo streng. Dus nu kun je optreden, precies, alles wordt weer. Precies. Okay. En ik denk, wat corona vooral heeft gedaan... is een nieuwe mindset creëren voor iedereen. Yep. Waar we misschien vast zaten in... dit is mijn manier van leven. Word je gewoon even geschud. Yes. En nu ga je echt weer leven om een nieuwe... Dus houd het spannend. Ja. Blijf gewoon je eigen dingen doen. Echt de creativiteit naar boven heeft gehaald. Bij ieder. Ja. Want je kan daar zitten, net wat je zegt. Je werd even depressief, maar je bent eruit gestapt. Klopt. Ja. Want je kan ook blijven liggen. Absoluut. Maar ja, wil je dat? En je weet niet eens hoe lang het blijft. Juist. Dus wat ga je doen? Nee. Dus ja, met dat ben ik echt wel blij. Ik ben ook blij dat u me heeft uitgenodigd om mijn verhaal te kunnen vertellen. Ik ben blij dat je er bent. Ja, ik ook. En wat ik nu graag van je wil, talk to the youth. Praat nu even tot de Surinaamse jeugd. Oh, my youth. Nou, in het leven heb je de keus om letterlijk wat je hebt meegekregen op te volgen. Of je eigen keus te maken met de bagage of wat je zelf wilt invullen. Belangrijk is dat je hart volgt en je verstand meeneemt. Dat is echt een raad. Maar ook lekker doet wat je wilt en fouten maakt. Kijk, fouten maken is echt belangrijk. Niet eens hoe je gaat voelen, want daardoor leer je. Maar het maken van die fout en het dan anders doen de volgende keer. Ik denk dat is het beste wat ik iedereen kan geven. Maak vooral fouten en doe het gewoon weer opnieuw. Totdat je het hebt. Het is mooi. Ja. Want uit je fouten moet je leren. Ja, correct. Het gaat niet om het vallen, maar het gaat om... Het opstaan. Opstaan. Ja. Kom, we gaan doen. Hey. When the night Woo. Has come. Nee, dank u wel. Hey, ik wou nog wel. Even zeggen, mijn nieuwe muziek heb ik letterlijk gedaan wat ik wou. Okay. En dat is drill, R&B met echt die drill, dat is die... Hoe moet ik het? Die 808, het is een soort bas rap. Ah. Veel rap heeft even, het erin. Even snel, sneak peek. Okay, hoe gaat dat? Het gaat zo... Want ik zie dat je twijfelt, maar je hebt dit. Geloof me, je kan het, je hebt dit. Ik zie dat je best doet, don't stress it. Geloof me, je kan het, je hebt dit. Oeh, zoek je exit, sommigen zijn real en zo lees dit takroe. Oeh, mama zei me altijd, anna alla pirti fina la fu. Dank u wel. Very nice. Dank u wel. Ik wens je heel veel succes toe. We gaan je blijven volgen en we gaan voor je route. Go, Melissa, go, yes. Amelie. Yes, dank u wel. Dank en u wel, hopelijk wanneer je weer in Suriname bent, zien we je weer in de studio. Na Jamoko. Jamoko. Kijkers. Dank u dank wel. Je wel hoor. Heel veel succes. Dank u wel. Zo zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u Sivra met ook een heel interessant gesprek met Claudio Huge. Hij is een jonge entrepreneur die leuke dingen doet. En in het tweede met deze hele dynamische artiesten. Amelie, Melissa Breveld en She's Going Places. Blijf haar volgen. En als u deze aflevering nu net heeft gemist, kijk vanavond na 9 uur op kanaal 12.2. Tot volgende week. Bye bye.